Oh shit, guys. Het is time voor het spel om te vervolgen in deze aflevering 2. Net iets minder dan een weekje van tevoren, zeg maar, voordat het spel officieel uitkomt. Daardoor heb ik wel wat dingetjes gemerkt. Ik heb net nog een beetje rondgerend hier als een maloot. Plantjes opgepakt, nog 3 gasten verslagen met een schep, ammo geloot, etc. Toen kwam ik in een overzicht en omdat ik dit dus nu eigenlijk redelijk ver voor release opneem, kwam ik erachter, nou, dit werkt volgens mij nog niet. En ik ben dus benieuwd of dit nou nu ligt aan het feit dat ik dit vroegtijdig opneem, of dat het echt nog niet werkt. En ik ga jullie meteen laten zien waar ik op doel. Er zit een tapje nu in dat heet uitdagingen en daar staat totaal aantal moorden. Dood vijanden op jouw manier, met je vuisten, schoten, waar je ook maar zin in hebt. Dat staat op 0. En daarnaast zag ik ook nog iets anders, namelijk burgers gered. Red gijzelaars of bedreigde burgers van de secte hebben we toevallig in de vorige aflevering 1 gered. Staat ook op 0. En dus vraag ik me af, werkt het gewoon nog niet? Of wat? Want kijk maar, je krijgt hier uiteindelijk je perks mee. Het is een heel belangrijk systeem in het spel. En het lijkt me toch wel handig dat dat werkt. Daarnaast is het dan dus ook voor release het geval dat als je naar je trophy list gaat, dat die wel synchroniseert, zoals hij nu doet, bezig met synchroniseren. Maar de lijst van de game nooit in jouw lijst verschijnt, zie je? Staat nergens Far Cry 5. Dus ik denk dat het allemaal nog officieel uit moet komen, gereleased moet worden. En dus is het maar eventjes afwachten dat als wij verder gaan op dit allereerste eiland, wat dus ook valt onder het embargo van de 23e, jullie zullen dit vroegtijdig zien op mijn channel, dat ik nu alleen bij Dutch's eiland moet houden en de andere 3 provincies die daar nog bij komen. Al met al ben ik echt nog wel eventjes zoet met de gebieden die zeg maar onder het embargo vallen, wie ik al vroegtijdig mag uploaden. Sterker nog, je mag volgens mij al zoveel doen, 4 gebieden, dat ik daar niet eens aan toe kom op de 23e tot de 26e. Mijn punt is in ieder geval dat ik snel aan de slag wil gaan om sowieso Dutch's eiland verder te verkennen en het eiland te bevrijden van toch wel de secte, zodat het verzet hier kan overnemen en dit een vast en sterk hoofdkwartier wordt van het verzet. Pakken we de kaart erbij en dat doen we op deze manier. Dan zie je dat hier is een preppervoorraad. Daar heeft de gijzelaar die we hebben bevrijd in de vorige aflevering ons op gewezen. Hier hebben we een uitkijktoren waar we nog niet naartoe kunnen snel reizen. Sterker nog, ik ben er ook nog nooit geweest. En hier hebben we een secteschrijn. Als je daar naartoe kijkt, je kan het een beetje door de bomen heen zien. Even kijken waar het precies staat. Kijk, hier. Precies hier. Daar is een secteschrijn. En ik weet niet wat de fuck ik zie. Het lijkt wel een soort kerktoren in de stijl van de secte met een gif. We moeten het in ieder geval zien te vernietigen. Op een manier. En volgens mij, wat spot ik? Ik spot een beestje. Loopt er nou een eend? Er loopt een eend, echt kwaak, kwaak. Heel chill te chillen daar. Met zijn platvoeten. Langs het gif daar. Dus het kan nooit heel gevaarlijk zijn. Daarnaast zie ik hier de redelijk standaard game mechanics. Heel herkenbaar uit andere delen. Werkt het ook precies zo dat als je zo klimt? Zeker weten, het werkt zo. Ik hoop wel dat ze wat extra animaties hebben toegevoegd, want dat was juist mijn kritiek op de vorige delen. Dat ze extra animaties hebben toegevoegd aan dit soort klimsecties. En niet dat het altijd datzelfde vaste standaard beentje is die over de rand gooit, dan weer wegglijdt, maar zich toch weer herpakt. Het is zo standaard, het script zit nog in mijn hoofd van dat soort shit. Dus ik hoop gewoon dat dat wel een beetje is aangepast. Daarnaast, nog een ding. Zijn we net pas begonnen, heb ik een handpistool en een assault rifle, maar hoop ik ook een beetje stealth aan de slag te kunnen gaan. Dat ik later dempers op mijn wapen kan draaien, dat soort shit. Zodat je gewoon wel kan aanvallen met een wapen en niet per se geforceerd wordt tot melee combat. Maar dat je ook niet te horen bent. Dus dat ik gewoon mijn wapen kan gebruiken met een demper erop, zou fantastisch zijn. Zoals jullie zien is hier de preppervoorraad, waar ik naartoe ben. Ja, verwezen door die gegijzelde dude die inmiddels is bevrijd. Locatie ontdekt, Silver Lake Boothuis. Dus het mooie is, normaal gesproken stond alles al altijd op jouw kaart in deze game, weet je. Het stond gewoon op je kaart en je zocht het maar uit, want het was eigenlijk toch wel allemaal, ja, een soort van verklapt, laten we het daarop houden. Nu zie je gewoon, het is een wereldkaart die nog totaal niet in kaart is gebracht. En alles wat jij zelf herkent met het oog
of bijvoorbeeld een verrekijker, dat verschijnt op je kaart. Dat vind ik een heel tof gegeven. Dat vind ik echt een heel tof gegeven. Ik ga denk ik wel eventjes over op... melee... Kom, is dit nou een enemy? Nee, dit is geen enemy. Ik dacht al, waarom wordt het niet beveiligd? We gaan het zien. Deze man heeft ons gewoon wat te vertellen. Hallo? Niet? Ga je niks zeggen? Hey Henry, I'm at the edge of the wood near where you spotted the fire sign. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear air traffic. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. What I can't figure out is what all these Peggies are doing out here. There's a whole bunch of them in the woods, calling out like they're looking for someone. I don't know if they're involved, but they seem pretty crusty and... Holy hell! A pickup just drove by like nobody's business, and the Peggies in the back were all carrying rifles and shotguns. I'm gonna... Holy shit! Wat de hel gebeurt hier allemaal? Ik had dit echt gezien als... Hope County's allereerste... uitkijkpost, waar ik natuurlijk ook kon fast travel. Maar als het goed is hij al overgenomen, staat deze man hier rustig te klussen. Kan ook geen interactie met hem aangaan. En hebben we dus gewoon pech. Het is gewoon een... ja, een eerste locatie. Ik ga dit wel sowieso doen. En dan gaan we maar meteen, denk ik, die shrine daar in de verte kapot maken. Daarna omdraaien en daar naartoe. Naar de preppervoorraad en het boothuis. Dus we hebben het een en ander te doen. We gaan namelijk gewoon het eiland van Dutch bevrijden. Weer die eend. Op wat voor wijze zal ik dit kunnen slopen? Moet ik erop schieten? Vernietig de secte-eigendommen om verzetspunten te verdienen. Deze duur is al neer. Maar op wat voor manier en waarom? Ik zie een kist. Er zitten klemmen in. Nou, nu je het zegt, klemmen, hè? Daarmee kan ik molotovs maken. EHBO-doos, wat is dit? Nitro. Volgens mij letterlijk van nitro en klemmen. Want dit ziet er echt heel vreemd uit. Dit moet echt gesloopt worden, ouwe. Ze verspreiden een soort gas. Echt weird shit. Maar nitro en klemmen samen, daar kan je molotov cocktails van maken. En volgens mij zou ik dat daar wel eens op kunnen gooien. Dus als je switcht en... Ah, ik mis sterke drank. Laten we kijken of het werkt. Wow, 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 ja, wel degelijk. Ja, de as dwarrelt door de lucht. Het is wel degelijk vernietigd. Kid, I just saw the cult grab a guy down by the docks. You help him out, and maybe he'd be willing to pick up a gun and return the favor. Ik hoop niet dat hij het heeft over hem. Oh, er komt een allereerste huurlingenverhaalmissie bij. Asjemo. En dat staat dan dus daar ook als main objective. Ik wil iets testen voor jullie. En dan wil ik het hier testen. Waar ik geluid kan maken zonder dat iedereen mij hoort. Je kan zelfs je wapen van ammo type switchen. Dit is een assault rifle. Jullie weten het allemaal. Overduidelijk. Ga je naar dit tapje. En dan zie je dat je op vierkantje kan klikken. Hij staat nu op 4 kogeltjes. Klik ik eenmaal op vierkantje. Staat hij op 3 kogeltjes. Met een lijntje er doorheen. Wat kan betekenen burst. En dit is single shot waarschijnlijk. Dus dit is full. Duidelijk. Reload. Dit is burst. Wauw, dat is echt heel sick. En single fire. Nou, vanzelfsprekend. Ik denk dat ik hem op burst zet, zodat zijn recoil wordt verminderd. Ik hou daar persoonlijk wat meer van bij zo'n super, super, super overdreven snel schietend wapen. Maar wel een lekker inleidingje al. Ik switch maar alvast over naar mijn handgun en... ik denk dat ik vanaf dat punt, want daar staat dus die random civilian, eentje van het verzet ook,
Dat ik ga abzeilen naar de preppervoorraad en het boothuis, waar overigens dan ook meteen... Jezus, die graphics zijn wel eventjes anders dan andere Far Cry games, kan ik jullie vertellen. Ik zei het al, aflevering 1. Sorry dat ik allemaal dingen door elkaar heen vertel. Ik ben natuurlijk gewoon een beetje hyped. Maar in aflevering 1 zei ik het al. Het is een type weertype in het bos met heel veel mist, vocht en lichtval. Dat vindt YouTube niet zo heel leuk. YouTube compressed mijn gerenderde video's namelijk altijd. Dus mijn gerenderde video's zijn altijd prachtig. Als ik ze terugkrijg op mijn PC, de MP4-files zelfs, zijn altijd mooier dan de compressed files van YouTube. Dat is geen nieuws. Dat is gewoon standaard. Dat is een feit en dat is altijd al zo geweest. YouTube compressed altijd video's naar hun eigen decodering of encodering, hoe je het wil noemen. Maar dit soort weertypes, dat wordt echt pixelfest. Dat is echt niet normaal. Dus ik hoop dat het zo mooi mogelijk op YouTube overkomt, want jullie weten dat ik de mooiste graphics ever online wil krijgen voor een zo mooi mogelijke ervaring. Maar goed, dat terzijde jongens. Laten we de activiteitjes van dit eiland doen. Briefje van een prepper. Hey Mike, ik probeerde bij de ondergrondse voorraad te komen, maar er is een leiding gesprongen en alles staat onder water. Ik weet niet wat we nog kunnen redden. We hebben stroom nodig om het water weg te pompen. De schakelaar bevindt zich in het boothuis, maar het zit op slot en je hebt de sleutel niet gegeven. Dus laat ik het aan jou over, Garrett. Hou ingedrukt om te volgen. Dit is dus een sidequest slash activiteit, zoiets. If you can find your way inside, there's usually a bunch of useful shit that's been squirreled away. Well, go take a look. Whoa, 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 whoa. Dus dit is het huisje waar geen sleutel meer van is. Die is ook nergens te vinden. En volgens mij heeft die guy die daar in de background in elkaar wordt getrapt, heeft volgens mij wel de sleutel. No smoking. Ja, lijkt me logisch naast een benzinestation. Anders ga je neer. Het is eigenlijk zo'n onschuldig dorpje. Hey, mijn eerste geld. What the fuck? Ik heb nu 70 in totaal. Dus laat ik eerst eventjes bekijken wat hier gebeurt. Hij weet waarschijnlijk wat meer. Alleen hij wordt goed in elkaar gebeukt. Dus misschien moet ik iets meer haast maken. En dat wijfie boeit het ook niet. Zie je dat? Wifi boeit het echt niet. Ik ga sowieso heel veel dingen uittesten aan het begin van het spel. Ik kan erop afrennen, guns blazing, pistool ammo op ze loslaten als een gek. Maar ik kan ook gewoon met bare fist. We hebben al een schep getest, we hebben al een looie pijp getest. Laten we met bare fist van achter besluipen. Om misschien nekken om te draaien en een eliminatie te bekijken met bare fists. Dat is een beetje mijn doel. Ik wil gewoon het spel echt op verschillende manieren spelen. Jullie kennen mij als Far Cry speler. Ik ben normaal gesproken echt een stealthy speler. Ik zou hier al een uitgelezen kans zien om vanaf die steen op haar hoofd te springen. Alleen ik heb waarschijnlijk die skills nog niet vrijgespeeld. Anders had ik dat sowieso gedaan. Dus nu... doe ik het op deze wijze en ik hoop dat het werkt. Dit is precies wat ik hoopte dat het zou gaan gebeuren. Kijk. Ik trek me even terug. Hij is afgeleid. Had hij door met zijn bezigheid? Hij steekt de peukie op. He's gone. Fuck die gast. Ik had hem toch echt even afgeleid met dat steentje. Yo, sorry man dat ik niet eerder kon zijn. Je hebt veel te veel beuken gekregen. Thank you, deputy. Weet jij hier toevallig meer van? Deze dude heet Aaron. En hij is een soldaat. Ik kan hem inhuren. I'll fight alongside you. Toegevoegd aan het... Flikker op met je Fortnite fight! Hey, elk spel weer! Now that you're partnered up, the deer, you should head to the Forest Research Station. Ghost's been crawling all over that place, using it as a depot for their goddamn bliss. Clear them all out. Send a message. We're not fucking around anymore. Deze guy heb ik gewoon zojuist ingehuurd. Aaron. Ach, gos, kijk nou. Boomer.
Hij is een brave jongen. Oh, kijk, cheeseburger. Cheeseburger is such a cutie, man. Dat speel ik allemaal later pas vrij. Nou, hey, hele bekende gast. Herc. Herc is terug. Herc Jr. En deze is ook mooi, zeg. Wauw. Met soldaat Aaron aan mijn zijde, die kan gewoon helpen. Het enige probleem eigenlijk met een soldaat als deze is... Super vet dat hij een hulpje is, maar hij kan alles gaan verpesten op het moment dat ik stealth wil zijn. Dat heb ik nou in meerdere games ervaren. Dan probeer je iets... Je probeert namelijk op een bepaalde manier stealth te zijn. Hij gaat gewoon... Hij komt het kamp in, hij begint gewoon te schieten. Ja, enorm leuk. Kan afleiding zijn, kan een suïcidale missie zijn, maar dat verneukt altijd mijn stealth aanpak. Lult hij nou weer? Vind een manier om het boothuis binnen te gaan. Kijk. Heeft niemand hier ooit over nagedacht? Want ik ben gewoon binnen. Hoppa, stroom gaat aan. Een roeispaan in plaats van een schep. Nou, volgens mij is een schep wat... wat sterker. That's it, right? Wat is die man nou aan het zwemmen? Aaron kan er ook niks aan doen. Hier heb ik nog steeds sleutel nodig. Ja, dat... Boeit dus echt helemaal niet. Nou, dat hebben we dus nu al gefixt. Kijk maar, de generator staat aan. En wat kunnen we hier nu mee doen? Ah, de pomp staat aan. Nou kan ik die straks misschien naar binnen. Ja, man. Zo, pittig wat geld. Klemmen. Gezonken kapitaal. Oh shit, mijn boog! Oh my god! If you're looking to make a bigger impression, you may want to build some dynamite. Luckily, folks around here have been stockpiling all the materials you might need. So just grab them up. Get crafting. Oh my god, even kijken. Je kan molotov cocktails maken, je kan explosieven maken, je kan je wapencirkel gebruiken. En op die manier te selecteren moet je driehoekje ingedrukt houden om het ook daadwerkelijk te kunnen maken. Je kan lijken beroven, preppervoorraden bezoeken en containers leeg plunderen voor onderdelen. Eigenlijk echt niet normaal veel shit kunnen oppakken hier. Dit is echt een mooi prepper voorraadje. Alleen, er is dus één probleem nu. Ik heb nog maar één wapenslot. En het is dus de keus boog of assault rifle. Dus dat maakt het misschien wel een beetje een issue. Maar goed, deze missie zit erop. En ik heb dus nu een eigen boog. En een boog, jullie kennen me. Dat vind ik fantastisch. Hier hou ik echt van, man. Hier hou ik echt van. Je hebt ook nog eens verschillende type pijlen, hè? Maar dat komt waarschijnlijk later aan bod. Ik heb een werpmes, een rookgranaat of lokaas. Hoe de fuck gebruik ik een werpmes? Zo. Aanval annuleren, oké. Okay. Grenades. Dynamiet. Pijpbom.
Doe even chill. Pak wel dan gewoon een granaat. Molotovs cocktail. Ik heb geen sterke drank, dus dat kan ik nog niet aanmaken. Pijp met bout. Tijd om het bosbeheercentrum te gaan bereiken. Samen met deze guy, Aaron. Bevrijd de gijzelaars en vecht terug tegen de secte. Nou, Aaron is mijn homeboy. Die staat daar. Yo, Aaron, lukt het allemaal? Of ben je nog steeds een beetje kloot aan het zwemmen? Aaron is volgens mij een beetje aan het glitchen, jongens. Aaron zit vast onder de steiger. Zie je? Aaron heeft het helemaal verkloot. Ja, dat is dus het probleem met mensen die je komen helpen, hè? Ze verkloten het helemaal. Ik moet alleen nog eventjes voor mezelf een duidelijk overzicht krijgen over hoe ik zo'n gast als Aaron, een hulpje, dus kan gebruiken. Ik heb een locatie in ieder geval ontdekt, het bosbeheercentrum. En nu moeten we het gebied zien veilig zien te stellen. Ik heb als het goed is 12 pijlen. Er zullen hier nooit 12 guards zijn. Maar ik kan mijn huurlingen besturen. Je kunt met je pijltje naar links een huurling opdragen om naar een doellocatie te gaan. Druk met je pijltje naar links om een huurling op te dragen om de gemarkeerde vijand aan te vallen. Oké, dus je kan hem gewoon oprichten. Oké. Je huurlingen probeert onopgemerkt te blijven. Dat is mooi. He is still glitching, man. He is still fucking glitching, man. Ik moet het denk ik alleen doen omdat hij glitcht. Dus ik heb hem maar eventjes uitgezet. Ik hoop dat als ik later eenmaal kan fast travelen in het spel, dat is eigenlijk wel logisch ook, dat ik dus dan na een fast travel uiteindelijk weer gebruik kan maken van Aaron, omdat hij nu glitcht in een steiger. Ja, toch altijd cute in dit soort games, hoe dat werkt. Wie zou me nou wellicht kunnen zien? Zou hij me nou echt kunnen zien? Want ik zie dat indicatortje echt zo van... Ik kan iets proberen natuurlijk. En dat is die twee gasten allebei naar die gas tank te laten gaan. Hoppa! If I die, I'm going out with dignity. Good job clearing out the research station. Piggies won't be back after the ass whooping you just laid on him. While you're there, check around and see if any folks are left alive. Whoa, 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 whoa. Je begint helemaal te trippen als je naast dat... Kijk dit, als je naast dit staat, kijk. Kijk hoe mijn beeld tript. Het is gewoon alsof je net hebt gebloot. What the hell? Bizar dat ze er ook zoveel van hebben. Het is letterlijk net alsof je hebt gebloot. Het lijkt me, wie weet, is het wel dat soort type gas, joh? Ik weet het echt niet. In ieder geval, we gaan deze gasten bevrijden bij het bosbeheer. They're gonna kill me. Seriously, thank you.
secteschrijn. De oogst is begonnen. De vader heeft ons opgedragen deze schrijnen te bouwen door het hele gebied om zijn woord te verspreiden. Als ze klaar zijn, zullen de ongelovigen proberen ze te onteren. We moeten deze constructies koste wat kost verdedigen. We bouwen de schrijnen om de wijsheid van de vader te planten en te laten groeien. Voor Eden's Gate. En er is er dus een nieuw secteschrijn. Daar is er een. The cult's been creeping around the island for weeks. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. Okay, dus ik krijg nu eigenlijk activiteit na activiteit op dit eerste eiland van Dutch. Kort kijken wat ze hier allemaal hebben en wat ik kan gebruiken. Nou, hij is in ieder geval blij dat hij is bevrijd. Wat ik ook wel begrijp. Heel apart hoe je gewoon spontaan begint te trippen als je door dat gas loopt. En dat gas komt dus ook uit secteschrijnen. Want daar is er nu weer één. Dat gas verspreidt daar ook. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je daar nou eens echt heel erg dichtbij in de buurt gaat staan. Of je dan ook compleet begint te trippen. Nou ja, langs deze kustlijn. Met de boog dan maar. De compound boog. Die ik echt gelukkig wel heb gevonden, man. Gaan we eventjes kijken of we die gasten kunnen uitschakelen. Op deze afstand. Ik ben helemaal niet bekend met hoe ver de afstand is. Wat de range is van dit ding. Maar dit zou toch wel genoeg moeten zijn, denk ik. Deze man ontving twee pijlen. Ha, daar ligt hij. Doeg, hij ontplofte namelijk geheel toen we dit opbliezen. Oké, deze shrine ook gone. Ze gebruiken allemaal deze eerste type assault rifle blijkbaar. Kan ik hier nog wat extra shizzle vinden? EHBO-doos. Het is allemaal munitie. Daar aan de overkant, right? Is Aaron nou nog steeds aan het glitchen? Ja jongens, Aaron heeft het er maar moeilijk mee. Ach gos, arme man. Het is echt balen dat Aaron al meteen glitcht. Anders had ik gewoon een hulpje. Anders had ik meteen een hulpje en dat is nu gewoon helemaal niet aan de orde. Mijn hulpje is al aan het glitchen onder de stijger. Nou, laten we daar maar heen gaan dan. En dat is op de kaart, is het een Ranger Station. Het Ranger Station van Silver Lake is een oude constructie van de Catamount mijnonderneming. Gebouwd in de jaren 50. Het is overgenomen door de National Park Service. Verover de secte buitenpost. Dit is het laatste wat ik deze aflevering doe. Dan hebben jullie dus globaal een aantal activiteiten in de open wereld van Dutch's eiland, zeg maar, gezien. Ik weet 100% zeker dat ik op veel manieren kan gaan aanvallen. Er zijn natuurlijk altijd in dit soort open wereldvrijheid. Nou, altijd verschillende manieren die je kan toepassen op een missie als deze. Nou, is het weertype? Moet ik echt eerlijk bekennen. Prachtig, maar super irritant. Je ziet amper wat. Het is mistig en de zon schijnt als een gek. Waardoor er een heel fel beeld ontstaat. Waardoor je bijvoorbeeld niet eens zou kunnen zien of er enemies op 2 tot 10 meter, zeg maar, gewoon voor je zijn. Je komt er dan te laat achter dat ze er zijn. Zo, overal die sectologo's, jongen. Ik kan meteen voor chaos gaan. Zal ik dat een keer doen? Ook wel zin in. Dood geen onschuldige burgers. Blijkbaar was er ook een onschuldige burger bij.
Ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij weten ze het zelf ook allemaal even niet. Onopgemerkt bevrijd, mijn eerste outpost, sick. Fucking vet muziekje er ook bij. Het enige wat ik me eigenlijk afvraag, ik heb 1000 trouwens gekregen omdat ik onopgemerkt was. Zo, muziekie. Het enige wat ik me afvraag is, ik gooide een soort dynamietstaaf. There's more fighting you than I thought. You got a real shot at setting up this resistance. Whoa. Next step is clearing up the radio signal. My CB's on the fritz. I can't get a hold of anyone off this island. The radio tower near the south shore must be busted. You think you can take care of that for me? Yeah, sure. Gaan naar de radiotoren, prima. I can't thank you enough. Ik wilde dus net zeggen... Ik vraag me af waarom toen ik die dynamietstaaf gooide, er heel groot in beeld stond dood geen onschuldige burgers. Misschien heb ik eentje van dit radiostation, of in ieder geval hem, of het rangerstation. Eén van hun heb ik misschien wel vermoord per ongeluk. In het heetst van de strijd. Who knows? Maar ik weet ook dat ik echt pittig vlekkeloos hier doorheen ben gegaan. En het eigenlijk weer als typisch Far Cry voelt. Dat gaat ook echt weer... goed, en het voelt als vanouds goed. Kunnen we hier doorheen? Nope, daar kunnen we niet naar binnen. Dus de gameplay, dat is eigenlijk mijn punt, is heel erg chill en typisch Far Cry. En dat speelt heel erg lekker, kan ik je vertellen. Ja, dit was simpelweg gewoon onderdrukt door de secte. Hey Lance, I'm not sure what to advise. The seeds don't have any claim to the property. The station is built on federal land after all. But if their people are traipsing around the area and, what did you say, taking measurements and such? Anyway, those folks from Eden's Gate could potentially be charged with trespassing. I know they're kind of weird and unsociable, but I think if you give them a harsh word and a hard stare, they'll back off. I mean, how dangerous are these nutjobs gonna be? Alright, het is best wel cool om te zien dat we dit eerste punt hebben overgenomen. Extra info hebben verkregen. En een volgende missie hebben. Ga naar de radiotoren. En dit valt allemaal onder waarschijnlijk, dit zijn allemaal kleine klusjes, onder het hoofddoel, het verzet. Namelijk dat we Dutch zijn... Snelreis is nog steeds niet beschikbaar, het is nog steeds allemaal proloog. Dat we Dutch zijn eiland moeten bevrijden en aan het bevrijden zijn. Ik zit erover na te denken, aangezien mijn render settings tegenwoordig pittig prima zijn. Zit ik erover na te denken om gewoon maar het voor te zetten. Hier kwamen we het spel in, het bunker. De uitkijktoren hebben we ontdekt, het botenhuis ontdekt, het bosbeheercentrum hebben we ontdekt. Nou hebben we het Ranger Station overgenomen en nu dus het laatste punt van dit eiland. Dat we naar de radiotoren moeten. En daar is dus de centrale radiotoren. En dan staat er ook nog dat ik een klein beetje info had verkregen van omringende gebieden. Dat zagen jullie ook allemaal wel toen ik die kaart oppakte. Maar ja, ik heb voor de rest nog geen info. Dus ik heb echt het idee Dutch's zijn eiland is proloog. En daarom knal ik dit er nog achteraan. Activeer de antenne van de radiotoren. De centrale radiotoren is ontdekt. Ik ga eerst eventjes natuurlijk proberen te verkennen. En trouwens, even tussendoor. De stijl van deze game, ik vind hem echt prachtig. Ik hou van dit stijl. Dus ik vind de natuur sick. De sectus is zo sick en refreshing in plaats van piraten of andere random bandits. Het zijn gewoon echt secte creeps. Gelovige eikels, scumbags. White scumbags. En die zijn we nu aan het vermoorden. Dat is even een heel andere feeling, maar toch wel heel tof. Ik vraag me af of we hier naar binnen kunnen. Sleutel nodig om naar binnen te kunnen. Maar kunnen we het beklimmen?
Well, we're gonna see. Activeer de antenne van de radiotoren. Naar binnen kunnen we nog niet. Sleuteltje nodig. Laat ik nou net die sleutel niet hebben. Ik heb nog een enkele sleutel. Ik had ook geen sleutel van het boothuis. I know what you're thinking, and no. I ain't gonna have you climbing towers all over the county for me. So don't worry. Also, try not to fall from up there. Trouwens, dit is echt een hele grappige referentie naar wat de community altijd vindt van dit. En dat ze daar nu op inspelen. Hoorde je wat die character zei? Hij zegt, nee, ik weet wat je denkt. Je gaat niet de hele game lang torens beklimmen. Oftewel, het standaard concept, want dat doe je in elke Far Cry. De hele game lang torens beklimmen. En hij zegt nu al, nee, dat laat ik je niet de hele game lang doen. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Want het is een standaard concept uit Far Cry. Hoe gaan ze dan gebieden activeren? Het eiland van Dutch is bevrijd, jongens. Hey, deputy. I'm getting a strong signal now. Let's open up your map. I'll walk you through what I'm hearing. Let's look at the big picture. Zoom your map out so we can see the whole county. Okay, daar gaan we. Voor de allereerste keer dat wat niet lukte in part 1, kunnen we nu doen. Now, Hope County is divided into three regions. Oh, shit. To the north, you got the Whitetail Mountains. Niet te geloven. It's run by Jacob Seed, oldest brother of that fucking family. Jacob's the one training the cult, and he's damn good at what he does. Eli and the Whitetail Militia have been trying to hold out, but Jacob's ready to step on their necks. Southeast of there, you got the Henbane River. That's Faith's territory. The little sister. I've heard all sorts of stories about people losing their minds in a place called the Bliss. Now head west to the Holland Valley. John Seed's just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. Now they're gonna have plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Deze mensen op de pompoen farm hebben ons nodig. It's Ray Ray at the pumpkin farm. Boomer's going crazy. I don't know what to do. Zo, wat een interactieve, fantastische kaart. Deze game is fucking ziek. Fog should be clearing soon, which means we can get you off this island. Sit tight, shouldn't be much longer. Sinners. Every one of us. You, me. Even the Father knows deeply of sin. It's a poison that clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced an idea? That freedom from sin can come from the power of just one word. Yes! Yes. I am a sinner. Yes. I wish to be unburdened. Yes. I must be redeemed. If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins, and you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate. Partner.
Johnson. She's in a world of shit, kid. You gotta get going. Oh my god. Hey, kid. I marked three locations to your map to get you started. Lumber mill up north, the Hope County Jail to the east, and the town of Falls End to the west. Now, it's your call, but if I were you, I'd start with Falls End. Falls End, verhaalmissie. Hij staat aan. Lokaas wordt nu uitgelegd. Jaag op dieren om huiden en lokaas te verzamelen. Selecteer je lokaas in de wapencirkel. Druk op R1 om het te gooien en een roofdier aan te trekken. Dat het dichtstbijzijnde prooi aanvalt. Als je een dier doodt met meleewapens of pijlen, krijg je meer aas en meer huiden. En dat wordt uitgelegd omdat... Wat zijn deze guys aan het doen? You fucking what, mate? Wat gebeurt hier sowieso allemaal? Alles staat in het teken gewoon van die sect. Het is echt bizar, dit land. Het is... Echt doodeng. Die vlaggen, het ziet er namelijk uit alsof je gewoon in een land bent aangekomen met fucking rednecks. En overal KKK-members. Het is echt creepy as fuck. Zoals jullie zien is de mist weggetrokken. Ik heb een klakson. Wat doe je als je een... Je kan een blik gooien. Projectiel in je uitrusting gebruiken. Oh. Dat ging net goed. Dat ging echt net goed. Woe. Ik heb het gecanceld. Ander projectiel. Oké. En laten we daarop afgaan. En zo, lieve jongens, dan ziet het er dus uit als je sterft. Ik ga hierbij mijn aflevering 2 eindigen van Far Cry 5. Zo, hé. Dat is eventjes een hele andere koek. Waarschijnlijk zijn dit enemies. Er staat ook een soort kroontje boven zijn hoofd die je nog niet zomaar kan aanvallen. Ze zijn met een bezigheid bezig, namelijk dat die guy met dat kroontje boven zijn hoofd, misschien zelfs een character die nog te sterk is om aan te vallen. Hij is iemand bijna aan het verdrinken en die andere gast is gif aan het dumpen. Of weet ik veel wat aan het doen, hem misschien helemaal aan het laten trippen ofzo. En ik dacht, weet je wat, ik stop het. Maar zo simpel is dat niet zomaar. Dit is Far Cry 5 in 2018, aflevering 2. Hij stopt hier en tot de volgende guys, peace. Steps again.